En dan gaan we nu naar Pierce. Ik ben hartstikke benieuwd hoe moeilijk Pierce het mij gaat maken, jongens. Yo, Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En vandaag gaan we verder met onze Water Pokémon Only Challenge in Pokémon Sword. We gaan nog een klein beetje trainen en dan gaan we hopen dat we dan heel snel naar Marnie en Pierce gaan voor de volgende gym. En kijk eens, hier is een Toxapex. Sinds de vorige aflevering hebben wij een Marini in ons team. Super cool, Toxapex vind ik ook vet. We moeten hem even één level gaan trainen, onze Marini, en dan gaat hij ook evolueren in Toxapex. En ja, lekker dit. Hij begint zichzelf gelijk te beschermen. Dus ja, kan je hem niet gewoon even lekker keihard even dischargen? Misschien, ja, kijk, hoppakee, dit is top. Alleen nu heb ik dus geen discharge meer. Want mijn discharge is helemaal op. Heb ik dan misschien nog een Eater? Nee, ook niet. Dus dan gaan we maar even wisselen van Pokémon. Dan is Lantern gewoon even klaar voor nu, jongens. Oh nee, nee, niet gaan poisonen. Daar heb ik geen zin in. Dankjewel, gelukkig zijn we niet poison. Yo, crunch hem even. Hoppakee, ja. Dat is net genoeg voor Toxapex. Lekker hoor. Daar hebben we ook geen last meer van. Helemaal nice. Oh, nee. Ze hebben een Toxtricity. En ik wilde wel Patrick even die XP gaan gunnen. Oh, nee. Dit gaat een probleem worden, jongens. Ah, ik ga wel een snipeshotje doen op Toxtricity. Oh, nice. Hoppakee. Lekker hoor. Gewoon even gewoneshot. Dit is wel relaxed. Oké, deze zag ik niet aankomen. Dit is heel nice. Patrick krijgt gelijk, zie je, 1598 XP erbij. Meractus gaat voor Giga Drain en dat doet hij dan. Oh, op Patrick inderdaad. Ja, en dat doet hartstikke veel pijn. En we missen ook nog onze aanval. Dan ga ik Patrick toch even terugtrekken. Want ik wil sowieso dat hij die XP gaat pakken. En dan mag Jennifer even een klapje gaan oppakken. Terwijl we met Reptile U-turn doen. Dat is super effective. Want dat is een bug-type move. Maar we slopen hem net niet helemaal. En dan stuur ik Davy Jones er ook even uit. Zo, dit is even een gekke battle. We hebben hier gewoon 4 verschillende Pokémon in deze battle. Dan denk je even snel een makkelijk XP-battletje te gaan doen. Maar ondertussen wordt gewoon je half team afgeslacht hier door de Meractus. Grastype Pokémon zijn niet chill voor ons, jongens. Maar Davy Jones en Jennifer gaan beiden een level omhoog. En daar is Marnie. En daar is de Marnie fanclub ook weer. Altijd weer die fans van Marnie. En we beginnen tegen Liepaard, die even met een tormentje begint. Snipeshot hem! Jappakee, oké. Nou, weet je wat? Oh, wauw, oké. Een Hyper Potion, dat is wat. Ik doe U-turn, want ik dacht dan finish ik hem met een special attack. Of in ieder geval een attack die super effective is. Maar ja, dan moet hij wel weer terugkomen. Ik ga nu Smeagol eens even testen weer. Oh, en die doet Nasty Plot. Oké, helemaal top. Dan zeg ik alvast, vaarwel, Liepaard. Muzzle. Raptor gaat naar level 45. En nu is Crafty. En dan gaan we naar Davy Jones. Want die moet hem even gaan nakken met Psybeam, die super effective is tegen Fighting Type. Oh, heb ik hier nu weer iets fout? Is Scrafty een duo-type? Volgens mij verkijk ik me letterlijk altijd op Scrafty. Nu ben ik ook nog confused, super irritant. Maar ik gebruik gelukkig wel mijn Ice Beam. Ik ga hem daar niet mee one-shotten, dat weet ik wel. Ja, volgens mij is Scrafty ook nog dark, hè? Want hij gebruikt nu Crunch. Volgens mij is het ook nog een dark-type Pokémon. Dus ik heb maar eventjes mijn Gyarados erbij gepakt met Waterval. Want die Waterval, die sloopt toch iedereen altijd. Hij gaat lekker doorcrunchen. Ja, die Scrafty is wel oké, hoor. Die is wel lekker bezig. Maar niet lekker genoeg, want daar ga je. Oh, ik weet trouwens niet zo goed waarom ik nu niet wissel. Ik ga alsnog met 50 HP tegen Morpeko vechten. Ik weet niet of dat heel slim is, Rick. Oh, Morpeko kent Spark. Nee, dan is het sowieso niet heel handig. In dat geval is het weer tijd voor Smeagol, hoor. Let's go, Smeagoltje. Laat je niet bijten door die gek. Lekker, Rocky Helmet doet damage. Dan een mudshotje erbovenop. Oh, wow, 1 HP over. Ja, en opeens is Morpeko nu weer cute, hè. Oké, let's go, we beaten hem. Ook die 1 HP is weg. We zijn nu sneller. Lekker. Ja, en nu gaat Patrick een level omhoog. Dat betekent dat we Toxapex gaan krijgen, jongens. Oh, hij wil gelijk Poison Jab leren. Ja, dan haal ik Venom Drench even weg en dan leert hij lekker Poison Jabby. En daar is ze hoor, met een Toxicroak. Dan gaan wij even lekker met modder schieten, hoor. Ga jij even een Sucker Punchje doen op mij? Krijg je lekker damage. Je moet me niet aanraken, vriend. Je moet me gewoon niet aanraken. Dat is gewoon niet slim. Kijk, nu ben je down. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Daar krijg je ervan, hè? Ja, en dat is het einde van Marnie. En dan mogen we naar binnen. Dan mogen we richting Pierce. Maar eerst gaat deze dikke wettenbaas gelijk evolueren. Eigenlijk in zijn allereerste aflevering waarin hij erbij is. Ja hoor, daar komt hij. Toxapex. Maar laten we naar binnen gaan, de volgende stad. Hey, en als je dit nou een leuke video vindt, doe even dat blauwe duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal. Ja, en de vraag van vandaag is, wie vind je eigenlijk cooler? Pierce of...
of Marnie? Wie van de twee? Ik denk dat ik zelf nog net voor Marnie ga. Alhoewel ik Pierce ook wel heel erg vet vind hoor. Ik weet niet, Marnie is een soort van het kleine zusje wat het nog van Pierce moet leren. En Pierce is daar al, weet je wel. Pierce is al die guy. En ik vind het juist tof dat Marnie soort van die weg nog moet gaan bestijgen of zo, weet je wel. Dat vind ik vet, dat vind ik leuk. En Marnie heeft gewoon ook heel veel respect. Ja, dat heeft Pierce eigenlijk ook. Anyway, Linoon. Ik moet heel veel gebruik gaan maken van de super effective move. De Drain Punch van Smeagol. Kijk, dit is eigenlijk ook wel lekker. Elke keer dat hij mij nu raakt, wordt hij geraakt door Rocky Helmet. Dus hij is zichzelf keihard aan het slopen. Lekker bezig, baas. Hoppakee, dan maak ik het zelf wel even af. Doei. Hallo, Mr. Mindy. Hallo, battelaars. Kom dan met je tievel. Het is wel jammer dat we nooit sneller zijn. Daar baal ik wel een klein beetje van. Als ze nou nog sneller waren dan de tegenstanders, dan was Seismitoad helemaal chill natuurlijk. Maar ja, aan de andere kant, ik pak nu wel gewoon weer die HP terug. Dit is wel heel relaxed. Van 105 naar 151 HP. Dat is echt superveel. Dus ja, eigenlijk maakt het ook weer niet zoveel uit. Ik ben wel echt blij dat we gewoon een fighting type move hebben. Dat maakt het wel echt dat dit allemaal een aardig stukje sneller gaat. Hallo? Het hoeft allemaal niet kapot, hè? Je hoeft niet alles te slopen als je naar beneden springt uit het raam. Hou het eens even lekker rustig of zo. Oh, oké. Okay. Daar is Crafty weer. Nou ja, in ieder geval is Drain Punch ook gewoon super effective op Crafty. Hey, nu zijn we een keertje sneller. Nice. Alleen nu slopen we hem niet in één keer. Het is ook wel jammer dat hij me niet gewoon slaat. Want dat zou betekenen dat we hem met deze bird gewoon gaan verslaan. Maar helaas, hij blijft maar even scary face doen. Hey jongen, moet je me nou niet aanvallen? Wil je niet pijn van mijn Rocky helmet ervaren? Ik heb niet voor niks die Rocky helmet opgedaan, hè? Nou, daar komt hij. Payback. En dan ben je nu alsnog gesloopt. Oké, dan zijn we bijna bij Pierce nu, jongens. Gaan ze ons alleen nog even overvallen hier in dit steegje? Echt gemeen, jongen. We worden de hele tijd ingesloten. Deze gasten doen echt stoer, jongen. Oké. Een duo battle. Nou, dan heb ik nu Toxapex ook. Ik denk dat Leopard het makkelijkste te slopen is. Dus daar gaan we dan als eerste maar voor. Natuurlijk met een snipeshot, want die doet knijten veel pijn. Hoppakee, lekker zeg, die snipeshot. Ik hou zo erg van snipeshot. Drapion gaat voor Poison Fang op Reptile. En dan doe ik Liquidation op Drapion. Ik vind Drapion trouwens wel cool. Volgens mij ben ik een van de weinige mensen die Drapion cool vindt. Maar ik vind het best een leuke Pokémon. Ook Drapion heeft niks op ons. En dan gaan we nu naar Pierce. Ik ben hartstikke benieuwd hoe moeilijk Pierce het mij gaat maken, jongens. Zouden we hem makkelijk kunnen verslaan? Gaat het moeilijk worden? We kunnen in ieder geval niet Dynamaxen. Ik hoop maar dat in ieder geval Smeagol, onze Seismitoad, blijft leven. En ja, dan heb ik er op zich wel vertrouwen in. Badge nummer 7. Let's go! Gym Leader Pierce. Ja. Toch weer een Scrafty, hè? Oké, bedankt voor de fake-out. Lekker bezig. Je hebt wel pijn van de Rocky Helmet nu, dus dat is helemaal chill. Let's go. Nu zijn wij aan de beurt. Drain Punch. Ja, die doet niet zo heel veel pijn, want ik ben geïntimideerd. Scrafty heeft mij gewoon even lopen intimideren. Maar we hebben hem dan weer wel gepoisoned, dus dat is wel lekker. Oh, je gaat voor Sand Attack? Oh, je gaat echt compleet vervelend doen nu? Ja, oké. Hij gaat dus mijn Seismitoad echt volledig opfokken. En hij gaat ook nog Sand Attacken. Dus dat is best wel een beetje naar eigenlijk. Nu gaat hij Brick Breaken. Maar ik denk dat hij daarmee... hij sloopt zichzelf net niet. Maar met de poison denk ik wel. Ja, toch? Oké, Scrafty is down. Baba Scrafty. Jennifer gaat hierdoor een leveltje omhoog. Die kan ik natuurlijk ook gewoon even in gaan zetten. Of ik ga eventjes voor Patrick tegen deze Malamar. Ik ga voor Toxic Spikes. Hoppakee. Iedereen die nu de battle inkomt, is gepoisoned. Hij gaat voor Psycho Cut. Dit is ook al super effective, dus dat is niet helemaal relaxed. Let's go. Pin Missile. Als we hem 4-5 keer raken, dan hebben we Malamar verslagen. 4 keer. Kom op. 2 keer. Oké, jongens. Dat is weer een wissel. Kijk hem gaan, deze Malamar. Wow, holy. Malamar is helemaal gek geworden. Hij is helemaal loco. Maar oké, we hebben hem down. Die klap deed echt super veel pijn. Nu dan Obstagoon. En dan gaan we toch weer even lekker terug naar Smeagol. Obstagoon komt erin en is, als het goed is, gewoon nu gepoisoned. Oké, hij is gepoisoned. Ik heb nog 4 drain punches over. Ik raak hem gelukkig wel. Is natuurlijk super effective. Dus dat is chill. Oeh, hij gaat counteren. En ik ben bijna kapot. Maar die Rocky helmet en alles doet hem wel veel pijn. Oké, dit is een gok. Ik hoop dat ik het overleef. Oh nee. Hey, jij is sneller. Oh nee, daar gaat Smeagol. Smeagol is kapot. Maar ik heb gelukkig die Obstagoon wel echt ook helemaal kapot gemaakt. Let's go, Reptile. Dan mag jij dit even gaan finishen. Hoppakee, Obstagoontje is weg. Nice. Thor en Reptile, beide een level omhoog. Reptile is gewoon al level 47. Nu, een laatste en dat is Skuntank. Dan ga ik toch maar even Davy Jones, denk ik, proberen.
binnen. Nou ben ik heel benieuwd of Skuntank gepoisoned kan raken. Maar volgens mij kan dat niet. Als je een poison type Pokémon bent, dan kan je volgens mij niet gepoisoned raken. Dus die join nu de battle. En inderdaad, het is wel even lastig kiezen welke move ik nou moet gaan gebruiken. Hij begint in ieder geval met Sucker Punch. Dan doe ik een Ice Beampie. Ik ga hem hier nooit mee kapot maken. Jij vervelende Skuntankie. Ik moet weer wisselen. Hij doet Snarl en raakt mij daarmee. En dan is ook mijn special attack even genurfd. Maar ga ik het redden dit? Ik ga het redden dit. Oké, het is een critical hitje. Oké, Pierce is down. En de zevende badge is ook van mij. Gewoon lekker met alleen maar watertype Pokémon. Hoppakee. Lekker. Ja, Pierce. Kom maar op met die badge. Het geeft niet, joh. We kunnen allemaal een keer verliezen. Verliezen hoort bij het leven. Af en toe, je kan niet alles winnen. Af en toe verlies je gewoon een keertje. En dan moet je gewoon even zo, hoppakee, die badge aan mij geven. Dankjewel. Ja, en dat was hem alweer. 7 badges in de pocket met alleen een waterteam. Lekker! Doe even een blauw duimpje omhoog als je dit een leuke video vindt. En abonneer op mijn kanaal als je meer Pokémon, Nintendo en Animal Crossing video's wil zien. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!